Welkom bij de nieuwe tutorial van Jolanda Zaakwereld. Heel veel plezier! Goedemorgen! En welkom bij Jolanda's Haakwereld. We zitten nog een beetje in de kerstsfeer om dingetjes te maken. Ik heb hier en daar van alles hier neergezet wat ik gehaakt heb. Jullie hebben dat ook kunnen zien op mijn Facebook met de foto's. En ik moet zeggen, mijn videokanaal YouTube, die gaat ontzettend hard. Ik heb ontzettend veel nieuwe leden waar ik ontzettend blij mee ben. En want voor jullie maak ik het en door jullie ga ik verder. Dus ik ben daar ontzettend blij mee. Dus als je dit filmpje ook leuk vindt, geef een duimpje. Abonneer me op mijn YouTube kanaal. En we maken er wat leuks mee. En er komt nog een giveaway aan. Dat is puur voor YouTube. Ik ga nog even iets leuks bedenken, maar er komt wat leuks in het nieuwe jaar. Dit jaar niet meer, maar in het nieuwe jaar wil ik iets doen voor mijn YouTube-kanaal. Normaal doe ik het voor Facebook. Daar heb ik pas geleden nog een leuke set met haaknaalden weggegeven. En dat wil ik dus ook doen met mijn YouTube-kanaal. Goed, allereerst dat. Dus abonneer op mijn YouTube-kanaal. Kom lid worden van mijn Facebook. En doe lekker mee. Goed, we gaan nog even verder in de haaksfeer. We gaan weer een tafelkleedje haken, een kleintje. Kleintje. Het is maar net hoe klein je het wilt hebben. Hij wordt ongeveer 42 centimeter. Nou, ik vind dat niet echt heel erg klein. Ook niet heel groot. Maar goed, 42 centimeter doorsnee. Stel dat jij dikkere garen hiervoor gaat gebruiken, dan wordt natuurlijk het kleedje ook grote. Ga je dunne garen gebruiken, wordt het kleedje kleiner. Welke gaan wij maken? Ik heb van vorig jaar op Printrus, ik weet dat het allemaal illegaal is, Sabrina Special Hekel ideeën. En daar stonden dus ook, zoals jullie kunnen zien, deze geweldige mooie kerstbomen die ik gefilmd heb. En dit is een heel tijdschrift van vorig jaar. En die heb ik gekopieerd. En toen kwam ik dit mooie kleedje tegen. Ik vind hem ontzettend gaaf, omdat hier weer deze boogjes zijn. Ik vind hem wel heel erg mooi. Dit is met goud gemaakt. Ik doe het met een ander kleurtje, omdat ik geen goud heb. En ik ga eerst dat doen wat ik nog heb liggen. En rood is ook kerst. Dus dat ga ik dan doen. Dit is het patroon. Hij wordt dus 42 centimeter. En hun hebben hem gehaakt met Angord Artiste Metallic Fine in Gold van Goats. Ja, geen idee, maar ik ken het niet. En hun gaan het met een haaknaald 1.25 tot en met 1.5 doen. Nou, ik doe het dus met 1.5. Nou, er staat dan bij van hoe je het moet doen. Nou ja, goed, dan laat ik jullie maar niet te veel mee aan de gang. We beginnen altijd met een magische ring hierin. We hebben een losse, een kettenmasje is een vaste, halve vaste, een vaste, een stokje, een dubbel stokje, een picootje gaan we maken. En dat zijn de steken die we gaan doen. Nou, waar ga ik het mee doen? Ik ga het met deze kleur rood doen. Deze heb ik een keer gekocht bij een kringloopwinkel. Ja, ongelooflijk. Hier in Borculo is een kringloopwinkel en die hadden toen een paar van deze bollen liggen.
Ik denk, nou, deze gaan mooi mee. Het is een mooie dunne ga. Ik denk dat het van Scheepjes is. Ik verwacht het wel. Van Scheepjes Maxi. Een grote bol is dat. Dus ik denk dat het dit is. Nou goed, haaknaald 1.5, wat ik al zei. Een schaartje om het af te knippen. Een steekmarkeerder gebruik ik altijd om te kijken waar mijn ronde begint. Ik vind dat fijner. Ik heb hier een pen, maar dit is geen gewone pen. Dit is een pen die kan ik weer uitgummen met wat ik gedaan heb. Dus om het patroon, dan kan ik het wel aanstrepen. En ik kan het ook net zo hard weer als een potlood uitgummen. Nou, en natuurlijk mijn toeren tellen om te kijken bij welke toer ik ben gebleven. Mocht ik even niet verder gaan. Nou, ik zou zeggen, pak alle spulletjes bij elkaar wat jullie nodig hebben. En dan gaan we lekker beginnen. Nou, we pakken de draad en we gaan een magische ring maken. En dat gaan we als volgt doen. Ik neem 3 vingers, ik doe mijn draad zo hier langs heen en ik hou hem vast met mijn duim. Ik ga achterlangs zo, of zo om mijn vingers heen slaan. En ik ga hem kruislings achter en dan hou ik mijn duim vast. En dan hou ik hem zo vast, de draad. Dan pak ik mijn haaknaald. Ik ga onder de eerste ga ik onderdoor en bij de tweede ga ik er overheen. Dan draai ik. Dan ga ik zo. Draai ik die bovenste draad onder de onderste draad. En ik ga zo draaien. En dan pak ik hier zo dit eerste draad bovenop. Die pak ik. En dan gaat hij hier door. En dan heb ik de magische ring. Zo. Hier ga ik dus mee werken. Je trekt het een beetje aan. Een beetje strakker. Nog niet de ring. Want ik weet nog niet hoeveel erin gaat. Hij kan altijd wel iets kleiner. Want dat is wel het geval. Nou, mocht je het nog niet onder de knie hebben. Doe je even je filmpje nog een keertje. En dan. Ja. Dan kun je even oefenen. Nou, dan gaan we hier 24 stokjes in maken. Dus wat we gaan doen is 3 lossen. Dus we gaan omslaan en door de lus. 1, 2, 3. Ik ga jullie niet vertellen hoe stokjes moeten en lossen. En ik neem aan dat jullie dat allemaal wel. Dat zijn gewoon de basistechnieken. Ik doe niks geks of zo vandaag. Dus we gaan nu 24 stokjes hierin maken. Dus wij gaan omslaan in de opening, draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan. En dan gaan we 24 stokjes hierin haken. Zo. Nou, zo gaan we gewoon helemaal rond. Totdat je 24 stokjes hebt. En als je 24 stokjes hebt, dan kom ik bij jullie terug. Dan gaan we hem samen sluiten. Nou, ik heb hier 24 stokjes gehaakt. En dan gaan we de ring sluiten. En dan gaan we op dit draadje, dan gaan we aantrekken. En dan gaat de ring dicht. Zie je dat? Hij gaat sluiten. Dan kun je hem heel erg hard aantrekken. Dat kan. Maar ik zou het niet doen. Ik laat hem gewoon zo hangen. Zo. En waarom doe ik dat? Omdat anders gaat dit allemaal zo. Weet je, zo in elkaar. Dat willen we niet. Nou goed, dan hebben we de 24. Dan gaan we hem sluiten. Hier in de derde steek. Dus dan gaan we ook tellen. 1, 2, 3. Nou, dat is altijd. Ik zal jullie even een dingetje verklappen. Dat doe ik bij alle filmpjes zeggen. Je ziet hier die bovenste. De steek. Nou, die bedoel ik dus niet. De net wie er net onder komt, dat is altijd de derde. Tenminste, als je geen lossen ertussen maakt. Maar anders is dit de derde. Zo. Nou, en dan ga je hem sluiten met een halve vaste. Dus je gaat door de eerste lus en door de tweede lus. En zo is jouw rondje, is hij dicht.
Dan gaan we naar ronde 2. Ronde 2 zijn ook 24 stokjes, maar dan doen we 1 losse ertussen. Dus we gaan hier 3 losse haken. 1, 2, 3. Plus 1 voor het boogje. Dan gaan we omslaan en dan gaan we naar de volgende stokje. En daar gaat een stokje bovenop. Zo. 1 losse, omslaan, in de volgende een stokje. 1 losse, in de volgende weer een stokje. 1 losse en een stokje. Nou, zo ga je gewoon helemaal rond. Dus iedere keer 1 losse en een stokje. En als je weer aan het einde bent, dan kom ik bij jullie terug en dan gaan we hem samen weer sluiten. Nou, dan zijn we weer. We hebben 24 stokjes met 1 losse ertussen. En dan gaan we de laatste heb ik net gedaan en dan 1 losse. En dan gaan we vastmaken in de derde lus. Nou kun je kijken van, we hebben nu eentje ertussen gedaan. Nou, dat is de bovenste, die wouden we niet. Nou, dan hebben we hier 1 losse. Dan gaan we net de 1 eronder. Dan maak ik hem vast met een halve vaste. En dat is dit ronde 2. Ronde 3. Gaat eigenlijk hetzelfde. Alleen je gaat nu 2 lossen hier tussen doen. Dus je gaat weer 3 lossen haken. 1, 2, 3. Dat is een stokje. Plus nog 2 voor de boog. En dan gaan we weer een stokje op een stokje maken. Zo. Dan gaan we 2 lossen doen. 1. 2 en dan gaan we weer een stokje op een stokje doen. 2 lossen, 1, 2 en weer een stokje op een stokje. En zo ga je gewoon helemaal weer rond. En dan als je aan het einde bent, mag je natuurlijk al wel sluiten. Je gaat hier die laatste stokje maken met 2 lossen. En dan ga je hem hier in de derde lus ga je vastmaken of je gaat hier 2 lossen tellen en in de derde. Dat kan ook. Nou, als je zover bent, dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Dan gaan we hem samen sluiten. Nou, dan ben ik weer bij de laatste. Ik heb hier die 2 lossen nog gemaakt. En dan gaan we versluiten. Ik ga even kijken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan gaat hij hierin. En dan ga ik hem weer sluiten met een halve vaste. En we ronde 3 ook al gedaan. Gaat best wel snel, hè? Dan gaan we naar ronde 4. En die gaat als volgt. Aha. Nu gaan we... Ik wil hier in het midden komen. Met mijn draad. Dus wij gaan hem... We hebben hem hier gesloten. Dan ga ik hier gewoon in de opening... een halve vaste maken. Sla draad... doorhalen en gelijk dan zit je hier in het in de opening. Dan gaan we weer stokjes haken, dan gaan we weer 3 lossen doen. 1, 2, 3. Nou wil ik in dezelfde opening nog 2 lossen maken, 2 stokjes maken. Ze slaan om en we gaan in de grote opening slaan we gewoon in. Dan maken we er nog 2 in. Dus in totaal 3. Dan ga je 3 lossen doen. 1, 2, 3. Dan ga je naar de volgende opening. En daar gaan ook weer 3 stokjes in. 1, 2, 3. Dan gaan we weer 3 lossen doen. 1, 2, 3. En weer 3 stokjes. Nou, zo ga je eigenlijk gewoon helemaal weer rond. Op het einde ga je weer 3 lossen doen. En dan ga je hem sluiten in de derde steek weer. Dus net niet de bovenste, maar net de onder. Daar ga je hem sluiten. Maar als ik het af heb, kom ik wel weer even bij jullie terug en dan gaan we hem samen sluiten. Nou, zijn we weer. Ik heb hier die 3 lossen gehaakt en gaan we weer vastmaken. Derde losse, zeg maar, dus net eronder weer, gaat hij vast. Voilà. Dat is hem. Nou, dan gaan we nu naar ronde 5. En die gaat als volgt. We gaan 3 losse haken. 1, 2, 3.
En dan gaan we in dezelfde steek, steken we weer in. En dan maken we ook weer een stokje in. Omslaan. Dan gaan we in de tweede. Die is goed opletten, hè, want hij zit hier net zo daar. Net achter. Niet dat je hier dan insteekt. Nou, je denkt dat is de tweede. Nee, dat is die. Dus echt even goed kijken. Dan ga je hier in. Dan gaat ook een stokje in. En in de laatste, daar gaan er weer twee in. Dus in de eerste stokje gaan er twee in. In de middelste eentje. En in de laatste ook weer twee. Nou, dan gaan we drie losse doen. 1, 2, 3. En dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we in de eerste, daar gaan er twee in. Dus dan gaan we twee stokjes in haken. 1, 2. In de middelste eentje. En in de laatste weer twee. 2. En dan gaan we weer drie losse doen. 1, 2, 3. Zo ga je helemaal rond totdat je weer hier bent. En dan gaan we weer samen sluiten. Nou, dan heb ik hier die drie lossen nog gemaakt. Dan gaan we weer vastmaken hier. De derde lus. Met een halve vaste. Dan hebben we ronde 4 ook al gedaan. Dan gaan we naar 6. Ronde 6 bedoel ik, sorry. Dan gaan we naar 6. Dan gaan we weer 3 omhoog. Dus dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. En dan gaan we hier op de tweede stokje. Dan gaat gewoon een stokje op. Moet je altijd wel even heel goed kijken, jongens. Want deze sla je heel snel over. En dat zou zonde zijn natuurlijk, want dan moet je hem uithalen. De eerste twee ga je gewoon een stokje maken. In de middelste, in de derde, daar gaan twee stokjes in. 1, 2 en dezelfde steek. En in de laatste twee gaat gewoon weer eentje in. 1 en in de laatste 1. Zo. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. Dan gaan we de eerste twee een gewoon stokje. 1, 2, eentje. En in de middelste, dan gaan nu 2 stokjes in dezelfde steek in. 1, 2. En in de laatste 2 doen we 1 stokje in. En 3 lossen. En dan krijgen we dit. Ik hoop dat jullie het goed zien, want er is hier best wel veel zon. Nou, zie je dat? Nou, zo ga je gewoon helemaal rond. Dus de eerste twee doe je 1 stokje in de middelste doe je 2 stokjes in dezelfde steek. En in de laatste twee doe je ook weer gewoon 1 stokje in en dan 3 lossen. Zijn we straks weer hier aan het einde, kom ik bij jullie terug en dan gaan we hem samen sluiten. En dan ga ik vertellen hoe de volgende ronde gaat. Nou, zijn we weer aan het einde gekomen. Ik heb hier die 3 lossen gehaakt. En dan gaan we weer vastmaken hier in de derde lus. 1, 2, 3. Eigenlijk hoef je hem niet te tellen. Dan moet ik gewoon zo opplakken. Kijk. Dus iemand die komt gezelschap houden. Of iemand. Onze Chuckabuck. Of niet Chucky. Kom daar even bij me liggen, hè. Chuck. Chucky. Kijk eens. Daar is hij. Hij komt even gezelschap houden bij me. Gezellig. Zolang als hij me niet op mijn... gaat ook natuurlijk op mijn... zie je dat? Tja. Nou, we gaan naar de volgende ronde. De 7. En dan gaan wij 4 lossen mee haken. 1, 2, 3, 4. Nu gaan wij... al die stokjes samen haken naar boven. Dus wat we gaan doen is omslaan. We gaan in de volgende steek steken we in het volgende stokje. We halen onze draad af, we slaan over en door 2. We houden 2 lussen op de hakennaald. Omslaan, dan gaan we naar de volgende. Ophalen, omslaan, door 2. Dan hou je het 3 op.
omslaan, dwalen, omslaan, dan heb je er 4. Omslaan, doorhalen, omslaan door 2. Dan heb ik er 5. Omslaan, doorhalen, dan heb ik er 6 op de haaknaald, omslaan en door alle 6 heen gaan. En dan ga ik heel even stoppen, want mijn telefoon ging af. Ik moet heel even kijken wie dat is. Nou, ben ik weer. Dan gaan we nu 13 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En dan gaan we naar de volgende. En dan gaan we ook die 5 samen haken. Dus we slaan om. We gaan in de steek. We halen onze draad op. We slaan om en door 2. Omslaan. Door 2 halen en de rest laten staan. Omslaan. Dan hebben we de 4. Dan hebben we de 5. Omslaan. Dan hebben we 6. Omslaan. Dan hebben we 7. Nou, die 7 over. Omslaan en door alle 7 lussen. En dan doe je weer 13 lossen. Nou, zo ga je gewoon helemaal rond. En als je dan hier bent, dan heb je die 13 lossen gehaakt. En dan ga je hem hier gewoon bovenop, ga je hem vastzetten. Maar dan kom ik bij jullie terug, gaan we samensluiten. Nou, daar zijn we dan weer. Ik heb hier die laatste samengehaakt. Ik heb hier 13 lossen gehaakt. En dan gaan we hem gewoon hier bovenin, gaan we hem weer vastmaken. Waar we ook zijn begonnen. Dus we gaan nu wel hier bovenin vastzetten met een halve vaste. Zo. Nu gaan wij, nou wil ik hier beginnen in de opening. Dus ik ga hier een halve vaste in maken. En dan zitten we al in de opening. En wat we nu moeten doen is 1 losse, daar beginnen we mee. En nu pak ik mijn steekmarkeren, omdat ik dit zie ik straks niet. Dus ik doe even een steekmarkeretje erin. Dan weet ik dat ik daar mijn eerste is. Nu gaan wij in totaal 7 vaste in de opening maken. Dus dit is al nummer 1. En dan gaan we nog 1 maken, is 2. En 3. En 4. 5. 6. In totaal 7. Dan gaan wij weer 13 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan gaan we in dezelfde opening nog weer 7 vaste haken. Dus we gaan hier weer in en we gaan weer 7 vaste doen. Oppassen dat deze niet gaat draaien. Hij moet mooi recht blijven. 1. 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Dan gaan wij naar de volgende. Hier gaan we niets meer doen. Dan gaan we gelijk naar de volgende opening. En daar gaan ook weer 7 lossen in. 1, 2, 3. 4, 5, 6 en 7. Dan gaan we weer 13 lossen haken. Nog even een bolletje. Weer 13 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. In dezelfde opening gaan we weer 7 vaste haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan ga je weer naar de volgende en dan doe je hetzelfde. Als je nu bijvoorbeeld, dan kun je dit een beetje uit elkaar trekken als je dat wil. Kijk zo. Dat het mooie aansluit.
Dat kun je natuurlijk wel even doen. Kijk, zoals hier kom je niet helemaal daar. Want je moet hier weer beginnen. Dan trek je hem even netjes uit. En dan zie je dat. En dan komt hij er weer mooi aan. Nou, dat kun je ook achteraf doen. Dat hoef je niet alle minuten te doen. Dat kun je ook later doen. Maar dan, dit gaat hem dus worden. Dus hier in de volgende gaan we weer 7 vaste haken. 13 lossen en 7 vaste. En zo gaan we door. Als we weer hier zijn, kom ik bij jullie terug. En dan gaan we samen sluiten. Nou, zijn we weer aan het einde gekomen. Ik heb hier die 7 lossen vaste nog gemaakt. En nou moet hij... Dus hier weer vastkomen. En weer in die eerste waar we net mee begonnen zijn. Daar gaat hij ook vast. Dus die ene lossen, zeg maar. Nou, daar ga ik hem ook insteken. En dan... Een halve vaste. Nou moet ik naar deze grote lus. Dan gaan we doen als volgt. We gaan in de volgende steek. Steken we in. En dan doen we een halve vaste. Nou, dat doen we in de volgende ook. En die volgende. En nog in de volgende. Dus we moeten helemaal naar boven. Ja. We allemaal met halve vaste. Zo. Nou, in de opening zelf gaan we ook een halve vaste zetten. En dan zijn we bij de opening. Nou moet ik even denken hoe die dat doet. Dan gaan wij nu even kijken. Wat is het beste? Wij gaan hier stokjes inhaken. Dan gaan we hier nog. Hier hebben we een vaste gemaakt. Ik wil eigenlijk hier naar boven. Dus we gaan nog even in deze steken een paar doen. 1. De volgende is 2. En de volgende is 3. En de volgende is 4. En de laatste is 5. Zit ik aardig bovenin. 5. Dus 5 halve vaste ga je nog in deze maken. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. Dan ga ik in deze opening nog 2 stokjes haken. 1, 2. Dan ga ik 3 lossen doen. Of 2 lossen. 1, 2. En weer 3 stokjes in dezelfde opening. 1, 2, 3. Dan gaan we 10 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan gaan we naar de volgende grote opening. En daar gaan ook weer 3 stokjes in. 1, 2, 3, 2 lossen, 1, 2, en 3 stokjes, 1, 2, 3, en 10 lossen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en de volgende. En dan ga je weer naar de volgende opening. En daar gaan weer 3 stokjes in. 2 lossen, 3 stokjes en weer 10 lossen. Nou, zo ga je gewoon helemaal rond. En als we hier zijn, kom ik bij jullie terug. Gaan we hem samen weer sluiten. Nou, ik ben helemaal rond geweest. En ik heb hier die laatste 10 gehaakt. En dan die 10 lossen. En dan gaan we vastzetten. In deze, ja, soort bloemetje-achtig iets. En weer in de derde.
Dus gelijk weer in deze. Dus niet hier bovenop, maar net eronder. Met een halve vaste weer. Dan zijn we helemaal rond. Je zult denken nu van, ja, maar hij bobbelt zo. Maar dat komt straks allemaal wel goed hoor. Want we gaan hem opspannen nog en zo. Dus dat komt helemaal goed. Zo. En dat is, denk ik, als je dikkere garen gebruikt, dat het nog erger zou zijn. Denk ik hoor, maar geen idee. Of ja, het komt ook wel misschien dat ik een beetje strakker haak. Maar goed, kom allemaal goed. Bij mij is het altijd nog goed gekomen. Goed, wij hebben nu dit zo. Dan gaan wij dit zo. Mijn zorgverzekering. Even tussendoor. Gaan we hier weer verder. En dan gaan wij ronde 10 doen. En dat gaat als volgt. Wij gaan 3 lossen weer haken. Dat betekent weer een stokje. Dan gaan we in de volgende een stokje haken. En in de volgende komt ook een stokje. En er komt een stokje in de opening. Zo. Dan gaan wij 2 lossen maken. En dan gaan we weer een stokje in dezelfde opening maken. 1. En in de volgende is nummer 2. En in de volgende is nummer 3. En de volgende is nummer 4. Dan gaan we 9 lossen haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1 is 9. En dan gaan we naar de volgende. En de volgende ga je weer 4 stokjes haken. 1, 2, 3. En in de opening wordt nummer 4. Dan doen we weer 2 lossen. En dan gaan we weer hier in de opening een stokje maken. En weer 3 stokjes op een stokje. 1, 2 en 3. En 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan ga je hier weer verder met 4 stokjes, 2 lossen, 4 stokjes en weer 9 lossen. En dan als we hier komen, dan doen we hem samen weer sluiten en dan gaan we naar de volgende ronde. Nou, zijn we weer aan het einde gekomen, heb ik hier die 9 lossen gehaakt en dan gaan we weer vastmaken in de derde los. Dus net hieronder. En dan halen we vaste. Dan halen we vaste. En dan zijn we weer rond. Dan gaan we naar ronde 11. En ronde 11 die gaat als volgt. We gaan weer 3 omhoog met 3 lossen. En wij gaan 4 stokjes haken. Dat was de eerste. In de volgende eentje is 2. In de volgende is nummer 3. En de laatste is 4. Dan gaan we 8 lossen haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we naar de volgende 4. En dan gaan we ook weer stokjes ophaken. 1, 2, 3. En de laatste is 4. Dan gaan we weer 8 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we weer 4 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 8 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 1 is 8. En dan ga je hier weer stokjes op maken. Weer 4. Nou, 1. 2, 3 en 1 is 4. En zo ga je gewoon helemaal rond. Dus 4 stokjes
8 lossen, 4 stokjes, 8 lossen, enzovoort. Komen we hier, kom ik weer bij jullie terug, gaan we samen weer sluiten. Nou, zijn we weer bij het laatste. Ik heb hier die 8 lossen nog gemaakt. En dan gaan we hem vastzetten. Weer in de derde lus, zeg maar. In de derde steek. Hier zo. En een halve vaste. Ja. Nou, dan gaan we verder met ronde 12. Ronde 12 is ook weer 3 omhoog. 1, 2, 3. Dan gaan we weer stokje op een stokje zaken. Dus weer 4 stokjes maken. 1, 2, 3. En 1 is 4. Ik kan jullie natuurlijk nog niet vertellen hoeveel garen er ingaan. Want dat is voor mij ook een verrassing. Maar ik denk dat met deze bol kom ik een heel eind. Oké, 4. Dan gaan we in deze grote lus. Nee, we gaan nu eerst 3 losse haken. 1, 2, 3. En dan gaan we in deze grote lus gaan we nog 4 stokjes haken. Dus gewoon in de lus en 4 stokjes. 1, 2, 3 en 4. Dan gaan we weer 3 losse doen. 1, 2, 3. En dan gaan we naar de volgende 4. Stokjes. Zo. 1, 2, 3. 1 is 4. Zo. En dan gaan we 7 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan gaan we naar de volgende 4. En dan gaan we weer 4 stokjes haken. 1, 2, 3, 4. Dan doen we 3 lossen. 1, 2, 3. En dan doen we omslaan. En 4 stokjes. 1, 2, 3. En de laatste is 4. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. En dan gaan we hier weer 4 stokjes haken. Dus we steken er weer in. 1, 2, 3 en 4. En dan gaan we weer 7 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan ga je weer 4 doen. Nou, zo ga je gewoon helemaal rond. Dan kun je deze bijvoorbeeld nog een beetje in het midden maken, zo dadelijk. Maar eigenlijk gaat dat allemaal vanzelf. Nou, zo ga je gewoon verder. En als we dan dadelijk weer aan het begin zijn, hier, dan ga ik weer bij jullie. Dan kom ik zo weer bij jullie terug en dan gaan we samen weer sluiten.